Bepaling resultaat. Regels winstbepaling. Regels winstbepaling. Hoewel er geen sprake is van winst uit onderneming, gaat de wet voor de bepaling van het resultaat uit van de regels die gelden bij de winstbepaling in het kader van winst uit onderneming. Kosten, lasten, afschrijvingen, beperkingen in de kostensfeer en dergelijke en staking zijn normaal van toepassing bij de bepaling van het resultaat. De specifieke ondernemersfaciliteiten zijn echter niet van toepassing. Bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap wordt echter geen staking verondersteld, zoals dat bij winst uit onderneming wel het geval is. Maar voor de vermogensbestanddelen waarmee de belastingplichtige de werkzaamheid voortzet, bestaat een doorschuivingsmogelijkheid. Voorbeeld. Box 1 versus box 3. Jan heeft twee zakenpanden die hij verhuurt. Beide panden zijn per 1 januari 2012 250.000 euro waard. Het ene pand verhuurt hij aan een vennootschap waarin zijn partner een aanmerkelijk belang heeft. Het andere pand verhuurt hij aan de vennootschap van zijn buurman. Op beide panden heeft hij een hypotheek van 100.000 euro. Op 31 december 2012 worden beide panden verkocht voor 500.000 euro, waarbij de hypotheek ad 100.000 euro wordt afgelost. We gaan nu de fiscale afhandeling volgen van beide panden, te beginnen met het pand dat verhuurd wordt aan de vennootschap waarin zijn partner een aanmerkelijk belang heeft. Het resultaat behaald met de huur van dit pand is belast in box 1 onder de noemer belastbaar inkomen uit andere werkzaamheden. De huur is belast. De hypotheekrente, de afschrijving, onderhoud en dergelijke mogen op het bedrag van de huur in mindering gebracht worden. In het jaar 2012 is het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde belast in box 1. Als belastbaar resultaat uit andere werkzaamheden. Stel dat het bedrag van 400.000 euro per 1 januari 2013 op een depositorekening wordt gestald tegen een rente van 10%. Op het einde van 2013 is de waarde van de depositorekening, indien de rente is bijgeschreven, 440.000 euro. Dit vermogensbestanddeel valt in 2013 in box 3. Er wordt een fictief rendement verondersteld over de gemiddelde waarde van de depositorekening in casu 420.000 euro. Wanneer we even de eventuele vrijstellingen laten voor wat het is, moet aan belasting worden betaald 4% keer 30% keer 420.000 euro is 5.040 euro. Het pand verhuurt aan de vennootschap van de buurman. Dit valt niet in box 1, maar in box 3.
Er moet dus aan belasting betaald worden 1,2% over de waarde van het pand per 1 januari 2013. Naar opbrengst en kosten wordt niet gekeken. Die hebben fiscaal geen enkele betekenis. De winst gemaakt met de verkoop in 2011 is geheel onbelast. De berekening zoals hiervoor over 2012 kan integraal overgenomen worden. Wanneer er dus sprake is van een werkzaamheid in de zin van de wet, moet er in principe bij staking gewoon afgerekend worden. Andersom is het zo dat indien er sprake is van een overgang van een werkzaamheid in een onderneming, er geacht wordt niet te zijn gestaakt. De onderneming neemt de boekwaarde van de werkzaamheid over tegen de waarde in het economisch verkeer op het moment van overgang.